Hoi allemaal, ik heb vandaag een nieuwe video voor jullie. En ik had al een hele tijd zin om deze op te nemen, maar het kwam er gewoon steeds niet van. En vandaag is het eindelijk zover. Ik ga mijn herfstfavoriet aan jullie laten zien. En dan zowel op beauty, make-up gebied als fashion. En ik ga beginnen met de beauty favorieten. Als eerste de lipproducten. Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gemerkt, ben ik heel erg fan van donkere lippenstift in de herfst en winter. Ik ga jullie een paar verschillende merken laten zien. Verschillende prijskategorieën. Deze is van de Rimmel Kate Moss collectie. En het is echt een hele mooie kleur. Het is een beetje ja, rood, donkerrood paarsig. Er zit iets rozigs in, vind ik. En het is een matte lipstick. Dit is nummer 107. Ook van de Kate Moss Rimmel London collectie heb ik nummer 1. En dat is eigenlijk een hele mooie klassiek rode kleur. Donkerrood. Deze heeft wel glans. Dus dit is geen matte lipstick. Maar geen overdreven glans ofzo. Ook heb ik mijn eerste MAC producten aangeschaft. En dat zijn ook gelijk twee donkere lipsticks. En die zijn natuurlijk wel een stuk duurder. 18 euro. Maar ik merk wel gewoon dat ze echt heel erg lang goed blijven zitten. Dus ja, ik heb er echt totaal geen spijt van. Maar ik kan me voorstellen dat het voor veel meiden echt boven hun budget is. Dus vandaar dat ik zo ook nog een goedkoper merk laat zien. Ik heb deze twee kleuren gekozen. Dit is echt een paarsige kleur bijna. Een coole lipstickkleur. En dit is Rebel. En hij is heel mooi. Op je lippen is hij meer roze paars. Niet zo donker als hij hier in de huls lijkt. En dit is een donkerrode, weer zo'n klassieke kleur. Deze is helemaal mat, dus dat is dan weer anders dan die klassiek rode van Rimmel. En dit is Russian Red. En dan heb ik ook nog een budgetmerk toegevoegd, namelijk Catrice. Deze is heel erg fijn, Material Girl. Dit is ook een matte lipstick. Iets minder donker dan de rest, maar ik vind het toch wel echt een herfstkleurtje. Het is een beetje een donker roze paarsachtig kleurtje en ik vind hem heel mooi. Hij zit nu nog in de collectie dus. En dit is van de limited edition van Catrice een lipstain. En dat is dus eigenlijk, het lijkt op een klosje, maar het blijft veel beter zitten. Het trekt een beetje in je lippen. En dan krijg je echt een hele duidelijke kleur met heel veel pigment. Het is heel mooi donkerrood. En deze kleur heet Trilling. Nou, dat waren de lipproducten. Ga ik nu op mijn tweede favoriete beautyproduct over. En dat is nagellak. Ik hou heel erg van de rood-paarsige kleuren. Dus eigenlijk een beetje ja, dezelfde tint als de lippenstift die ik liet zien. Van Essie heb ik deze twee waar ik nu helemaal fan van ben. Dit is Headmistress en dit is Leading Lady. De ene is een redelijk klassiek rode kleur. Wel een beetje donker. En dit is een glitterrood. En ik vind het vooral mooi om die glitter over de rode te doen. Zodat je toch iets meer dekking hebt doordat er een kleurtje onder zit. En het ziet er gewoon heel feestelijk en leuk uit. Ook heb ik laatst mijn eerste OPI lakje gekocht. Dat hebben jullie in mijn Parijs shoplog kunnen zien. En dat is een hele mooie speciale kleur. Een beetje bruinrood. Met metallic glans erin. En ja, die vind ik echt super. Deze heet Every Month is Oktoberfest. En dan, dit is echt mijn topfavoriet. Dit is een beetje zo'n paarsig kleurtje van Essie. En die heet Recessionista. Vind ik echt heel mooi. Overigens is dat niet degene die ik nu op mijn nagels heb. En deze heb ik echt al jaren, maar blijft heel fijn. En hij ja, is ook gewoon nog goed qua substantie en zo. Hij is niet dik geworden. Deze heet Run Forest Run van Catrice. Dus lekker budgetproof ook. En is een heel mooi donkergroen nagellakje. Echt zo'n herfstkleurtje. Dan gaan we nu op naar de oogschaduw. En ja, ik heb best wel veel fijne oogschaduw. Maar ik dacht, ik ga nu de kleuren kiezen die ik echt specifiek in de herfst heel fijn vind. Dat is als eerste een color tattoo van Maybelline. In een soort van, ja, weer zo'n paarsachtig, cranberryachtig kleurtje. Hij heet Metallic Pomegranate. Oh, granaatappelkleur dus. Geen idee. En hij ziet er zo uit. En dat vind ik echt een hele mooie warme kleur voor nu. En dit kan je heel mooi als basis aanbrengen. En dan daaroverheen poeder oogschaduw, zodat het extra goed uitkomt. Maar je kunt het ook gewoon, als je bijvoorbeeld niet zoveel tijd hebt, alleen dragen. En dan heb je toch een beetje kleur op je ogen. Dat doe ik wel vaker als ik vroeg de deur uit moet. Dus die.
Ook heb ik mijn sleek paletje. Dit is het Ozo Special palet. En helaas worden deze doosjes heel snel vies. Dus het ziet er niet zo goed uit. Maar hierin zitten een paar hele mooie kleuren. Vooral deze kleur vind ik echt heel erg mooi. Beetje in dezelfde kleurgroep als die andere, maar dan nog wat donkerder. Een mooi crease kleurtje. En qua blushes vond ik het moeilijk kiezen, maar uiteindelijk heb ik er eentje gekozen. Voor nu, als ik een bleek huidje heb, echt extra mooi vind. En dat is deze blush van Elf. Het is een oud roze kleur en hij heet Flushed. En hij heeft een subtiele shimmer erin. Nou, dan ga ik nu mijn fashion favoriet aan jullie laten zien. Ik heb nagedacht van wat vind ik nou echt fijn om op dit moment te dragen. En dan heb ik daar één item van uitgezocht. Dus ik dacht, ja, ik kan jullie wel al mijn vesten bijvoorbeeld laten zien. Maar het gaat meer om het idee. Als eerste begin ik met beanies of mutsjes. Want ja, die vind ik heel erg leuk en lekker warm om nu te dragen. Dit is mijn favoriet op het moment. Met spikes in een mooi rood kleurtje. Mijn favoriete kleur. En... oh, die ziet er zo uit. En ja, ik vind het gewoon heel erg leuk staan. Deze is van de H&M trouwens, maar volgens mij compleet uitverkocht. Want elke keer kreeg ik hier heel veel vragen over als ik hem bij een video liet zien of op had. Maar ja, helaas is hij niet meer echt verkrijgbaar. Ik twijfelde heel lang over zo'n grote flaphoed. Want ja, ik vond het wel echt heel tof staan als ik het zag op foto's. En ik dacht op een gegeven moment, ik doe het gewoon. Dus ik heb er één gehaald. Het is zo'n wollige... ja, hoed eigenlijk. En ja, ik vind het echt heel chic staan. Moet natuurlijk wel bij een bepaalde outfit passen, maar ik vind het echt heel erg gaaf. Deze is ook van de H&M. Deze was €17,95. En natuurlijk, behalve een muts, heb ik ook een sjaal nodig. Ik heb een heleboel fijne sjaals, maar ik heb deze uitgekozen. Mijn nieuwste verovering. Helemaal ook in een ruisjestrend van nu, die ik heel leuk vind. Ja, dit is gewoon een fel rode. En... op dit moment in het jaar draag ik meestal nog niet die wollige gebreide sjaals. Maar nog meer dit soort sjaals. Dit is wel een wollig stofje, dus het zit wel heel warm. Maar ja, het ziet er wel anders uit. Deze is echt heel breed en warm. En ja, ik vind het gewoon echt heel erg leuk en lekker. Deze was €14,95 van de H&M. Niet heel goedkoop voor een sjaal, maar ik wil hem echt heel graag. Voor mij is een must-have ook zeker een lekker warm vest. Wat je heel makkelijk nog over je dunnere shirtjes of blouses aan kan doen. Deze van de Primark vind ik echt heel fijn. Hij zit zo lekker. Het is een lekker oversized vest. In een ja, grijs-zwart gemeleerd kleurtje. Echt super fijn. Soms draag ik deze ook wel gewoon als jas. Dus, nou ja, het is eigenlijk best wel vormloos. Dus... deze was geloof ik rond de €13 of €14 van de Primark. Oh. De ruitjestrend, ik zei het net al, vind ik echt heel leuk. En behalve van rode kleuren hou ik ook heel erg van donkergroen. Dit blouseje heb ik in Parijs gekocht bij de Stradivarius. En vind ik echt heel mooi. Heb ik al heel veel aangehaald nu. En ja, zeker een favoriet. Ook merk ik dat ik de laatste tijd weer best wel vaak leggings draag. Of eigenlijk van hele dikke leggings van goede kwaliteit. Zoals deze van de Zara. Deze heeft ook zo'n mooie band die je buik gewoon nog een beetje extra intrekt als het ware. En mooie gouden ritsjes. Hij heeft hier ook van die naden lopen waardoor het er echt wel een beetje als een broek uitziet, vind ik. Bijvoorbeeld dat blouseje wat ik net laat zien, dat draag ik hier gewoon over. Omdat hij wel mijn billen bedekt. Want ik vind het niet mooi als je de achterkant je billen ziet. Want er zitten geen kontzakken of zo op. Maar als het dat bedekt, dan vind ik eigenlijk dat het prima kan. En ja, ook vind ik het al lekker om truien te dragen. Maar het liefst nog niet hele dikke. Dus dit soort truitjes vind ik ideaal. Deze is nog wel een beetje dun. Je kan er ook doorheen kijken. Deze heb ik redelijk kort geleden bij de H&M Divide gekocht. Hier kan je gewoon een hemdje onderheen dragen. En dan is het echt heel lekker voor nu, voor de temperatuur. Dan natuurlijk wil ik ook nog wat schoenen aan jullie laten zien. Ik ben echt ontzettend fan van dit soort stoere laarsjes. Ik heb ook zwarte en beige. Maar deze zijn het nieuwst. En omdat het gewoon echt mijn kleur is, dacht ik... ja, dan moet ik deze natuurlijk aan jullie laten zien. Dus ze zijn van de H&M. Die andere die ik heb overigens ook. En ze lopen heerlijk. Lekker stoer. En staan gewoon bij heel veel outfits. Heel erg leuk. Ook ben ik eigenlijk al jaren fan van enkellaarsjes. En... ja, als ik gewoon ietsje netter of gekleder eruit wil zien, dan draag ik niet zulke stoere laarzen. Maar dan draag ik bijvoorbeeld dit soort enkellaarsjes.
Deze zijn ook nieuw, van de H&M ook. Met een heel schattig gespje. Redelijk glimmend leer, nepleer. En hier dan juist weer niet. Dus dat vind ik wel een leuk detail. En wat ook heel leuk is, dat er een soort studs rondom de neus zitten. En nu zou ik nog bijna vergeten om kettingen te noemen. Ik denk dat de meeste mensen mij nu bijna elke dag met zo'n grote opvallende ketting zien. Ik vind het gewoon echt super leuk, vooral de laatste tijd. En voor nu is deze wel echt mijn favoriet met het mooie rood-paarse kleurtje uiteraard. En ook dit soort jasjes, als ik wat netter wil, zijn heel erg geschikt voor nu. Warm genoeg en makkelijk te combineren. En tot slot een tas. Ik vind zelf voor het najaar een grote tas echt een must-have. Dit is mijn favoriet. Die had ik eigenlijk al vorig jaar gekocht. Maar nog steeds ben ik er helemaal fan van. Ik vind hem gewoon heel mooi. Echt super gaaf. Spreekt eigenlijk redelijk voor zich. Nou, dit waren dus al mijn beauty en fashion favorieten voor het najaar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie er iets aan hebben gehad. Natuurlijk ben ik ook heel erg benieuwd wat jullie favorieten zijn. Dus laat me dat zeker weten door een reactie achter te laten. Verder zag ik dat ik gewoon bijna de 5000 abonnees heb gehaald. Ik vind het echt gewoon bijna niet te bevatten. Zo tof. En het lijkt me echt heel erg leuk als ik die kan halen na deze video. Dus mocht je nog niet geabonneerd zijn, ik zou het super vinden als je dat doet. Als jullie benieuwd zijn naar de beautyproducten en wat ik ervan vind. Van een aantal producten staan al reviews op mijn blog. En ik heb er een heleboel die binnenkort online komen. Dus hou ook zeker mijn blog in de gaten om te weten te komen wat ik van de producten vind. En om te bepalen of jij ze dan eventueel ook wil kopen. Overigens heb ik ook een Facebookpagina waar ik altijd mijn nieuwe updates op YouTube en op mijn blog opzet. Maar die Facebookpagina verdient nog wel een beetje meer liefde. Dus ik zou het leuk vinden als jullie die liken. De link staat hieronder in de beschrijving. En ik hoop dat ik daar ook wat meer leden op krijg. Nou, dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei doei!